Neeskens en op rechts is er ruimte bij Mason. Neeskens, Groningen nu massaal op de helft van Ajax. Dat wacht wat gaat komen. McDonald, een voortreffelijke paas van Johan Neeskens. En het is de openingstreffer voor Groningen. McDonald scoort, maar Johan Neeskens wordt gefeliciteerd door Jan van Dijk. Hij staat met zijn strakke paas aan de basis van deze openingstreffer. 0-1, McDonald, 10e minuut. Mason. Jan van Dijk. Wel, de bal van Mason was te kort. De Wit goed, speelt drie man uit. Van Dijk komt terug. De Wit goed in vorm de laatste tijd. Bosman is er altijd ingewikkeld. Kasselief ook mooi op de hak. Schitterend op de paal en dan De Wit met een gelijkmaker. Jongen, jongen, wat een juweeltje van een doelpunt. Over heel veel schijven. Met Van Basten, Bosman en Kasselief. En De Wit die het heel koelbloedig afmaakt. Terecht 1-1 na 19 minuten. Koeman. Aan de rechterkant vertrekt Mason. Brokken gaat buitenom. Koeman. Ineens schieten. Jazeker. En een goed schot ook. Collier heeft er problemen mee. McDonald binnen aan paal. En Groningen staat opnieuw op voorsprong. Opnieuw via Rob McDonald. Aan de basis staat Erwin Koeman. En Rob McDonald, de attente killer, scoort zijn 15e competitietreffer. 6e minuut, tweede helft, 1-2. Vanenburg zoekt het hoofd van Bosman, die sterk is in de lucht. Van Basten, 2-2 of niet? Nee, zegt. Centimeters, Marco van Basten. Zijn linkerbeen. Neeskens zat er ook nog bij. Groningen behoudt de voorsprong. Rijkaard. Schoenhaker die meer en meer ruimte krijgt om aan die rechterkant op te stomen. Rechterkant bij Ajax die sterk bezet is. Vooral dankzij Vanenburg. Bosman. Was er ook heel dichtbij, Johnny Bosman. Erwin Koeman zoekt het hoofd van de kok. Spel Boswind. Kasselief. Jan van Dijk. Van Tichelen. Geen buitenspel voor Erwin Koeman. Collier neemt ongelooflijke risico's. Erwin Koeman, als hij het hoofd erbij houdt, is het 1-3. Goeiedag zeg, wat heeft Ajax daar een mazzel. Erwin Koeman denkt nog eens na over dit unieke moment wat Groningen definitief de winst had kunnen brengen. McDonald. De kok. Kans op een uitbraak. Schoenhaker voorkomt dat. Van Dijk. Goed. En dan Erwin Koeman. Weer geen buitenspel. Weer kan hij alleen op Hans Gallier af. En dit is hem. 1-3. Erwin Koeman. En het is duidelijk dat met nog 12 minuten te gaan Han Berger en zijn mannen blij zijn. Want de winst lijkt binnen. En Berger besluit de zaak achterin helemaal dicht te metselen. Door Karel Hiddink als extra verdediger in de ploeg te brengen. Terwijl u nog eens kijkt naar de derde kans die Erwin Koeman in de tweede helft krijgt. En dan is het wel raak. 1-3.